Yu-Gi-Oh! Is een van de moeilijkste TCG-series om erin te komen, met pendulummonsters, linkmonsters en termen die niet eens in de regels vermeld staan. Hoe bedoel je, ik heb mijn timing gemist? Maar was dit altijd het geval? Of was de game vroeger makkelijker? In deze serie openen Nando en ik 24 packs, of één box, van een Yu-Gi-Oh! Core Booster Pack, beginnend van Legend of Blue Eyes tot en met Blazing Vortex. Iedere aflevering duelleren met de kaarten die we hebben geunboxed van die set, in een best out of 3 match. Zowel de winnaar als de verliezer krijgen de mogelijkheid om hun deck te verbeteren aan het eind van iedere match, door middel van de tournament, reprint of andere niet-core sets open te maken van die tijd. Of door gebruik te maken van de roulette wheel van Rarity. Daarnaast is er een equalizer in het spel die ingezet kan worden in geval van win of lose streaks. Iedere aflevering openen wij de volgende set in chronologische volgorde om zo ons deck te blijven verbeteren en te moderniseren. Welkom iedereen bij de Yu-Gi-Oh! Evolutie Exhibitie Serie. En jullie dachten dat promo's dood waren. Nou, toch heb je dat ook de vorige aflevering niet gezegd. Maar ja, vandaag hebben we er maar twee. Eentje is Gimmick Puppet of Leo. Ja, Gimmick Puppet, de echte payoffs voor Gimmick Puppets, zitten niet in een pack. Ze zijn collectible tins. Zo logisch weer. Ja, hij werkt met Destiny Counters. 3 level 8 monsters. 3 beurt achter elkaar moet hij op het veld blijven en boep, je wint het duel. En ja, Black Wings zijn niet dood, jammer genoeg. Hier heb je Black Wing Ram, de Shining Star. Beetje low level, op zich prima voor wat we voor moeten stellen. Must first be single summoned, when this card is single summoned, you can special summon level 4 or lower non-tuned Black Wing monster from your hand, but its effects are negated. Is dit goed? Nee. Non-tuners, dus dat zijn vaak de minder goede, want Shura wil je op het veld hebben, met effect. Bora wil je op het veld hebben met zijn effect. Dus de enige die dan echt overblijvend zijn, meer de generic die je nooit in je deck gaat stoppen. Dus dit is gewoon puur filler om makkelijk een level 5 op het veld te krijgen. Maar daarvoor zijn we hier niet. Wij zijn hier voor Lord of the Tekken Galaxy. De meest irritantste set die ooit is uitgekomen. Waarom? Deze set introduceerde de roeders. Blaster, Tempest, Tidal en Redox. En deze verpesten eigenlijk, of zorgt ervoor dat een banlist heel snel in leven werd gekomen, omdat ze te fucking goed zijn voor iedere elemental decks die er zijn. Dus Fire, Water, Earth en Wind. Konden ze heel makkelijk op het veld komen en Dragon decks misbruikten ze als de pest. Dus daarom zijn de merendeel van hun nog banned. Maar ja, wij spelen in een soort van traditional format, dus wij mogen tenminste één van elk gebruiken voor Tempest 2, omdat Tempest limited is. Maar wat heeft deze set? Deze heeft weer waterkaarten. Ja, een van de rivals gebruikt veel waterdecks, dus ja. De Tekken Dragons, de Battling Boxers, een beetje een common deck wat op zich goed te gebruiken is. Prophecies en nog steeds Elemental Lords. Nou, Windrose is oké, destroy all spells and trap your opponent controls. Het is leuk om een Dragoonity te gebruiken, maar het is het. Nou, Blaster. Ze hebben allemaal dit effect. Banish 2 fire of hun element en dan en of dragons. En dan hebben ze nog iets anders. Nou, een Blaster kon burnen. Dus dat is het. Nou, dit is een payoff voor Dragon Rulers. Mechum Phantom Beast Dracosec. Kan zichzelf beschermen. Je kan zeggen van, ja oké, maar is dat het? Het is 2600 en het kan zichzelf beschermen. Dat is aardig sterk. Murmail, Redox, Tempest, Tidal. Tempest is de enige nog die te gebruiken is, want Wind is nog niet zo super sterk. Gauntlet Launcher is oké, is gewoon pop. Nou, weer wat Fire Fist kaarten, op zich prima. Wat goede Shark kaarten in Eagle en Panther Shark. Shark Fortress in generic level 5. Once per turn you can detach one Xyz, attack one face up. Monster control, it can make a second attack during each battle phase this turn. Dat is best sterk als je gewoon een sterke kaart op het veld hebt. Nou ja. Battling Boxes, generic, hun payoff is Leech Jolk.
Hij beschermt zich en kan 3800 worden. Best sterk. Nou, wat Firefist kaarten, Consteller support. Gemini, Consteller en Evil Swarm, omdat rond deze tijd ook heel een Arsenal 7 uitkwam. Harpy support. King of the Feral Imps, wat Reptile support is. Detach one material from discard, add one reptile monster from your deck to your hand. Niet level gerelateerd, gewoon meteen op het veld, supergoed. De Mecha Phantom Beast kaarten waren ook in deze set. Ze summen een token en met die token kunnen ze bepaalde dingen doen. Ik heb het deck één keer gespeeld. Ik snap de appeal, ik kan alleen niet veel mee. Nou, wat Heraldry support, deze is op zich heel geinig, ik snap hem alleen niet. Bachi. Je hebt ook de baby rulers. En deze kunnen dan de rulers uit het deck summonen. Ze zijn oké. Oorspronkelijk dacht Konami, ja, de baby rulers, dat is het probleem. Dus die hebben meteen ze geband en nu zijn ze gewoon normaal. Nou, niks. Abyss skills, weer fire formation. Support voor harpies. En dat is het. De enige kaart die hier speciaal nog aan is High Tide on Fire Island. Rond deze periode kwam ook Onslaught of the Fire Kings uit. Een structure deck voor Fire Kings. Het is een heel interessant structure deck. Ik snap er alleen de ballen niet van. En als ik de ballen niet van snap, dan moet je een beetje in gaan verdiepen. Qua deck, want het is een beetje moeilijk om op te pakken. Maar ja, daarvoor zijn we hier niet. We zijn hier om te openen. Beginnend met een Tempus. Ja, alle Dragon Rulers zijn common. Dus het is common rare. Dus de kans dat je hem krijgt is al heel groot. Hier heb je een Blaster. En meer hoef ik niet te hebben. Want meer en meer daarvan zijn toch al rare. Nou, en Heraldry Crest is leuk, maar... Prima. Nee, hier zie je ook echt daadwerkelijk meer Exis kaarten waar je... Die je gewoon random kan summonen. Nou ja, Madorche support is leuk. Maar Madorches ga je nou niet echt meer spelen. Want meer van de Madorche kaarten die we hebben kunnen wij toch nooit doen. En hier hebben we een hele rare kaart. Galaxy Eye Stachyon Dragon. 2 level 8. Ik snap hem niet. Hij is leuk om te spelen, maar ik snap hem niet. Hier hebben we de kaart voor Battling Boxes, Lijok. Daar hebben wij Consteller Omega voor Consteller kaarten. Nog een Blaster, maar we mochten maar één spelen, dus iedere extra Blaster die we nu krijgen is hartstikke mooi, maar die kunnen we niet gebruiken. Nou, wat Baby Rulers. Nog een Lijok, dat is mooi. Scramble. Is voor Mecha Phantom Beast. Op zich geinig. Rhino is leuk, want het is een Fire Fist. En ik heb wat payoff voor Fire Fist, maar ik wil iets meer. Oké, dat was hem. Buffalo is mooi. Nee, Big Will was geinig, maar... Nou, op zich. Ik mag niet klagen met deze set. Ik heb een paar battling boxes. Ik weet niet hoe goed mijn core is. Want meer van de battling boxes zijn common. En het nadeel van common kaarten is altijd van... Oké, maar wat is nu mijn ratio? Dus daarvoor moet ik even naar kijken. Maar voor de rest, ik ben op zich wel tevreden. De enige kaart die ik mis is Mecha Phantom Beast Dracosec. Maar ik heb een Consteller Omega, wat een alternatief is en wat makkelijker te gebruiken is met Constellers. Dus past meer bij mijn idee van wat ik wilde. Dus dat is prima. Dus ja, mensen, ik zie jullie zo meteen. Ben met de... Er moet een keer een einde komen. Een einde komen aan mijn tyrannie. Ik win zoveel potjes tegen Jordi. Dat is niet normaal. Maar misschien is het gewoon omdat hij heel erg aan het experimenteren is. Of ik pak gewoon hele goede decks. I don't know. Ik wil vandaag die derde win, zodat ik de Drake kan jatten van hem. En misschien dat we nog goede kaarten hieruit krijgen.
Volgens mij was het Aurora Wing die een van de betere was. Want Shark Kraken en Eagle Shark waren niet zo heel goed. Ja, we gaan weer op water spelen. Je kan special summon this card to face up. Once per turn. Ja, Aurora Wing is goed, want die kan weer terug op het veld komen. Dit is een special summon als je één watermonster tribute. Als je opponent twee monsters heeft. Dus Aurora Wing is een goeie. En Xyz. Oh, Combat Xyz. Oh ja, een Blizzard Falcon was volgens mij ook goed. Ik ga alle kanten op. Ja. Dus Blizzard Falcon en die andere. When this card is sent from the field to draw one card. If this card has Fairy Cheer as an Xyz, it gains the following effect. You can detach from this inflict 4 armor damage. Nou, het is niet het beste en je hebt 3 level 5 monsters nodig. Tidal Dragon, Ruler of Waterfalls. Legendary Atlantean Triddle. En dan kan je special summonen. During your opponent's end phase, you can discard this card and one mana to the grave and one. You can add one water dragon. Okay. Poseidra, the Atlantean Dragon. Nee. Dit zijn niet de kaarten die ik wil hebben. Battling Boxer heb ik battling nodig. King of the Feral Imps heb ik nog niet gezien. Ik zie wel dat er meer Xyz kaarten nu in de comments zitten ook. Moet je Reptile gebruiken? Dit kan nog wel enigszins. Als ik een Reptile Water Monster heb. Weer die. Fire King After Gurnuk. Shark Fortress. Shark Fortress wordt er moeilijk. Weer een Battling Boxer. Beetje dezelfde kaarten. Consteller Sombre. Dan moet ik een Consteller deck hebben. Nou ja, daar hebben we nog niet zoveel van, volgens mij. Xyz Revenge. Marmail Bossosia. Volgens mij was dit een van de kaarten die niet zo heel goed was. Special summon any number from your deck whose combined levels are less than or equal to the level of that monster. Descent that monster to the grave. You can only use the effect of once per turn. Ja. En als je een level 2 monster hebt, dan ben je fucked. Heraldry Crest. Die is nog redelijk goed. Alleen je hebt 3 level 4 monsters nodig. Een negate effect. En je kan zeg maar de naam en de effecten van dit monster. Of van je opponent kan je dan kopiëren voor 1 beurt. Als je. Oh, je hoeft niet eens een material te gebruiken. Of all face up currently on the field. Oh, maar ik kan alleen Xyz kopiëren. Oké. Okay. Nog een kosteller. Nee. Kijk, dit zijn alweer shitpacks dan. Fairy Chair Girl. Nou, dat is ook niet echt wat ik wil. Panther Shark. If your opponent controls two, you can normal summon this. If you control, you can special summon this. Dit is een combinatie met Eagle Shark. Oké. Harpy's Pet Phantasmal Dragon. Ah, dit was een wel van de rares die ik wilde. Mecha Phantom Beast Harm. Fucking wat? Hamstrat? Wat is dit nou weer? En this card is flipped face up. Special summon 2 Mega Phantom Beast tokens. This card's level is increased by the total levels of all Mega Phantom Beast tokens you control. While you control a token, this card cannot be destroyed by battle card. One token to target one Mega Phantom Beast monster. Special summon the target you can only use. Kan je die tokens ook voor Xyz gebruiken? Harpy's Pet, Phantasmal Dragon. Die wel, ja, dat is als je een Harpy deck gebruikt.
is dat wel een standaard kaart. Redux, Dragon Rule of Boulders? Nee. Oh ja, de Dragon Rule of Droplets was enigszins nog goed, dacht ik. Or what am I special someone Tidal Dragon Waterfalls from your deck? Ja, dan heb je instant de Dragon Ruler of Waterfalls op het veld. Oeh, rank up. Dit is nog eens een goeie. Target one Xyz, you control a special summon one number C or C Xyz monster with the same type as the monster you control but one rank higher by using it as Xyz material. Also become, then if you detach one Xyz from a monster your opponent controls and attach it to the summon as Xyz. Rank up magic is wel redelijk goed, alleen je moet dan wel de combat versie hebben. Het zou nog kunnen als ik de Bahamut Shark heb. Ice Beast, Seraphine. Dit was een rare die ik wilde. Ik moet dan Winged Beast in mijn deck hebben. You can detach one Xyz from this card. Negate effects of all face-up cards you can control. And if you do this card gains 300 for each face-up. Currently on the field. Oh ja. Dat is niet slecht. Hysteric Sign. Oh, dit is voor de een Harpy deck, denk ik. Oh, dit is een continuous spel. Oké. Dus je kan dan ook nog eens Harpies in je, van je deck naar je hand halen. Ja, dan begint Harpy Lady wel een beetje competitive te worden. Weer een Aurora Wing. Sonic Warrior. Nee, ik denk dat we... De Blizzard Falcon. Ik denk dat we eens een beetje alle luck al eruit hebben gehaald. Evil Swarm. Die ken ik niet. Well, this is if it was sent there this turn you can normal summon one is swarm monster from one last tribute. You can banish one is swarm monster and then a target one is a monster. Nah, dan moet je is swarms hebben. Nou, en dit is de laatste. Ja, niet zo heel veel. Over het algemeen niet echt heel erg bijzonder, maar ja, ik vond op dat deze pack niet echt heel veel bijzonders had van wat ik wilde. De Aurora Wing en de Blizzard Dragon of Wing. Weet ik even niet meer. Maar die zijn nog redelijk goed om mijn waterdek een beetje te boosten. Maar voor de rest zitten daar niet heel veel kaarten in. En die Mermal Abyss Socia is... Ik kan nog wel mee door, maar het is niet het sterkste van het sterkste. Nou ja, ik zie je zo meteen bij mijn deck. Je zou denken van, hey, Jordi staat 2-0 achter en gebruikt een deck wat goed is. Dag helemaal verkeerd, welkom bij Deep Draw Dragoonity. We hebben één ruler, twee Tempest, voor de rest ik heb geen Redox, ik heb geen Tidal. Ik wilde nog Mythic rulers gaan spelen, maar dat zit er dus niet in. We zien hoe dat gaat. Voor de rest wat Dragoonity crap, Militum. Normaliter zou je 3 Ducks en 3 Fellings spelen. Ik heb maar 1 Ducks. En ik heb maar 2 Fellings. Mooi nog wat. Legionnaire en 3 Lightning Dragon Ruler of Drafts om deze makkelijker te summonen. Voor de rest Maxi als Nando gaat special summonen. De rest is Cards of Consonants voor Dragoonity Fellings. Giant Trunate. Part of Greed Upstart. Graceful, Foolish, Book of Eclipse. Double Cyclone, Dragon Ravine, Return, Reckless Creep, Mirror Force, Icarus Attack, Torrential, Trapstone, Phoenix Wing, Wing Blast, Dimensional Prison en Vanity's Emptiness. Ja, ik had denk ik 1 ruit voor een Rakiki Break. Zo zie je al om zo soms ook gewoon dingen aanpas. Want ik zit zo in van, ja oké, okay, ik heb maar 2 tuners, misschien is 2 Cards of Constances een beetje te. In de extra, de standaard crap 5-4-3. Trident Dragaion. Trishula. Crimson Blade, Stardust.
Black Rose en 1 Dragunti Gay Bulk. Je zou zeggen, kunnen zeggen, Barsha is misschien beter. Zou je inderdaad kunnen zeggen, maar is in dit geval niet het geval. Want Barsha is 8 en dat is best moeilijk te summonen met dit deck. En Trident is helemaal moeilijk. Want ik heb geen 5. Dus die summonen met alleen maar Fellings is kut. Voor de rest, payoff van dit deck is Ruler samen met Big Eye. Jin om makkelijk weer de Rulers of Mistletoe of Darkness Metal te summonen. Photon, nou ja, merendeel is allemaal 4. Seraphine, nou ja, ik tel 1 Winged Beast, 2 Winged Beast, 3 Winged Beast, 4 Winged Beast. Dus dit kan wel. Zelfde reden voor Lightning Chidori. 1, 2, 3, nee, 1, 2, 3. Ja, komt wel heel goed. En heel fijn van Dragon, want ja, ik heb 3 Lightning Dragon Ruler of Drafts. Inside, Lava Golem, Gorse, Thunder King, Rayo. Wij hebben hem al sinds een promo, sinds een hele lange tijd. Dus ik zit zo in van, we houden hem maar gewoon standaard in. Het is een light en reageert niet dus heel goed op het deck. Maar ik heb een paar generic 4's, dus moet wel goed komen. Dit is voor Anti-Machine of Dragon. Ik zie Nando echt nog wel een keer terug in als een Dragon deck. Akleesh is puur en alleen maar voor later. Want ik heb geen 5 in dit deck. En Akleesh is puur voor dubbel pop met Legionnaire. Omdat als hij naar het graf wordt gestuurd, als hij equipped is, kan hij een kaart op het veld poppen. Didi Crow, Effect Veiler, Forbidden Chalice. Enemy Controller, Prohibition, Mind Crush, Needle Ceiling, Trap Dust Shoot. Well of Revealing Light. En ik kwam erachter. Ik zit iedere keer te bitchen over Battle Traps. Ik heb fucking Royal Decree. Al een goede 30 afleveringen. Ja, dus ik vind het volledig terecht dat ik heb verloren. Ik ga afvragen van waar is de Jinzo? Dat is inderdaad een hele goede vraag. We halen Prohibition eruit, we stoppen Jinzo erin. Geen idee of het gaat werken. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. Ik hoop eerlijk gezegd op een win, want ik weet wat Nando gaat doen als hij wint. Hij gaat mijn Bahamut Shark pakken. En ik weet ook, mijn Constellar Package is nog niet genoeg. Ik heb vorige aflevering wel 3 Kous gepoeld, waar ik heel blij mee ben. Maar ik moet nog een Ptolomi, ik moet nog een Hyades, een Pleiades, een Praesepe en nog een paar Pollocks en Sheratans. Ik heb geen Sombrees gepoeld, dus ik moet wat extra Constellers uit de Constellar Package gaan halen. Welkom bij het deck voor vandaag, waar we mee gaan spelen. Het is vrijwel hetzelfde als de vorige. Het enige verschil wat ik heb gedaan is, ik heb 1 Mermail Bezielde heb ik eruit gehaald. En ik heb daarvoor in de plaats een Aurora Wing. En ik heb nog een Blizzard Felgoon toegevoegd. In mijn extra deck heb ik de Acid Golem eruit gehaald. En geld voor Mermail Bestride. En ik heb Gungnir Dragon of the Ice Barrier erin toegevoegd. Aangezien ik aangezien het een Water Synchro monster is, wat makkelijker te summonen is dan Black Rose of Stardust. En het heeft nog een goed effect. Het ding is wel, ik zal hiervoor een Mobius moeten opofferen om hem op het veld te kunnen zetten. Of nee, Mega Sea Dragon Plesion werkt niet. Dus dat is wel een dingetje. Gezien ik alleen maar Fishborg heb, is dat niet zo'n ramp. En aan de andere kant, als ik bijvoorbeeld al een Magical Scientist op het veld heb en de Fishborg terug kan laten komen, dan summon ik gewoon Reaper on the Nightmare. Dan heb ik genoeg sterren. In mijn side deck is er niet heel veel. Side deck is er niet heel veel veranderd. Ik zie dat ik wel een ruimte heb voor 1 kaart. En wat gaan we daar plaatsen? Want ja, als je ruimte hebt, dan moet je het wel goed benutten. Maar ik denk dat we het zo laten. Ik denk niet dat we nog wat nodig hebben.
Dus dit wordt het vandaag. En als ik win, dan is Bahamut Drake voor mij. En dat zou heel tof zijn. Ik kan wel weer grappen gaan maken over de booster pack. Maar laten we heel eerlijk zijn, die booster pack titels zijn nu verdoemd. Dus we gaan geen grap maken over Lord of the Tachyon Galaxy. Wauw, voor het eerst. Nou, het heeft te maken met het feit dat de afgelopen paar afleveringen iedere keer zei. En telkens wanneer ik het zei, won die persoon. Dus ik ga het niet meer doen. Moa. Ik denk dat het een beetje bijgeloof is waar je nu mee bezig is bent. Ook. Is het ook. Oké. Okay. Ik zet dubbel. Dubbele set. Want daar komt de pret. Of niet. Het ligt eraan wat je speelt vandaag. Ja. Even checken. Ik verwacht geen Madolci vandaag. Jij verwacht geen Madolci? Okay. Nee. Oké, ik activeer. Ah, de Dragoonity. Activeer de andere Tempest. Voor deze. Activeer Cosmic Cyclone. Pop mijn eigen. Ga op die. Ja, was te verwachten. Big Eye. En deze is nu van mij. Jammer. Ja. Oké. Okay. Nee, dat had ik niet verwacht, eerlijk gezegd. Maar ja, je bent nu wel je kaart in je hand kwijt. Oké. Nu is deze van mij. Nou, je gaat mijn hele veld ga je leegmaken, oké. Okay. Jammer. Ja, als ik het effect gebruik, kan ik niet attacken, dus daarom vind ik het niet aan. Oké. Okay. Nee, ik drop een Atlantis. Nou ja, activeer hem. Helemaal goed. En dan summon ik Abyslung. Pak die. Ja. En dan eind ik hem. Oké. Okay. Ik activeer Reckless Creed. Even kijken. Dan doen we dit. Even kijken. Dan banishen wij deze en deze. En summon wij weer een andere Tempest. Battleface, die gaat over die. En die gaat over die. Jammer. Oké. Ik zet. Oké, Tempest gaat terug naar mijn hand. Jij kan waarschijnlijk nu wel zien waarom Dragon Rulers geband waren na verloop van tijd. Roaring. Helemaal prima. Normal Summon Legacy. Torrential. Fucking hell. Zet een kaart. Jammer. Oké. Ik zet mijn Abyss Helden.
Vettel. Toch wat chip damage. Ja, het is nu toch top deck war. Dan weet ik maar al te goed. Jammer. Zullen we naar wiskunde? Mm-hmm. Ben benieuwd wat hij wil. Wil iets activeren? Maar dat wil ik niet. Ja. 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 Oké, okay, upstart. Set, Jambert. Oké. Dat is niet de vraag, waarvoor ga je? Oké, okay. Tempest, doei Livia. Battle, wat zit hier? Een Dragoonity kaart. Ja. Oké. Okay. Ja, ik weet het, die zag ik van een hele lange periode niet, hè. Oeh, een pot. Een potje. Oké, okay. One Day of Peace. Ja, prima. Zekers. En dan ben ik weer naar Bisshilde. Helemaal goed. Oké. Okay. Activeer Dragon Ravine. Dan hebben we deze. Hadden wij een Dux. Jammer. Oké. Okay. Twee. Oké. Okay. Battle. Geen battle. Oh, interessant dat het niet werkt. Oké. Okay. Nou, nu worden ze weer geflipt. Oké, okay, nu moet ik even nadenken. We doen een Giant Trunade. Ja, prima. Mijn Giant Trunade was nog op zich aardig, maar jij houdt je hele ding weg. Ook goed. Ja. Normal summon ik Dux. Haal ik Phalanx. Phalanx gaat naar voren. Special summonen wij een Gaybulge. Activeren wij Tempest. Battleface, die gaat over die. Die gaat over die. Mainface, ik zet een kaart. Jan Beurt. Oké, okay. 2, Magical Scientist. Doe Carbonella. Ja. Nog een keer Carbonella. Special summon ik. Deze. Ja, Zen Mains. Battle. Pak die. Ja, zijn niet op zich wat te verwachten. Deze gaat toch naar mijn hand. Oké.
En als game. Poeh. Nou. Kom beide kanten op. Ja, dat merkte ik ook wel op een gegeven moment halverwege de game. Maar dat is een beetje het nadeel van Dragon Rulers. Als je eenmaal er doorheen bent, dan is het gewoon maar hopen van oké. Ik overleef het of ik overleef het niet. Ja. Nou ja, dat kan nog heel erg tricky zijn met de Dragoonity. Nou, je kan er wel heel wat mee. Maar ja, dat deck was niet voor niets zeg maar een vierde keuze van mij om te pikken. Mm-hmm. Oké. Okay. Oké, normal summon ik deze. Zet deze. End phase. Jan Brut. Ik summon Magical Scientist. Ik activeer Maxi. Oké, jij wil kaarten gaan trekken. Nou ja, je mag accepteer er twee trekken. De Maxi Challenge. Ja, dus. Oké, ik doe summon Fusionist. Ja. Summon nog een Fusionist. Ja. Dan special summon ik Leviathan Dragon. Oké, activeer Thunderking Rael. Doe je Leviathan Dragon. Zet ik een kaart. Nee, doe ik geen. Oh, ik dacht die gaan nog full in, niet dus. Oké, Double Cyclone, pop deze voor die. Activeer Lightning. Special summoning deze mooie boy. Battle Phase. End Phase, want ik kan niet attacken als ik hem summon op die manier. Oh, ik dacht die gaat de volgende ding nog helemaal in. Maar oké, hier dus. Ja. Ja. Nou ja, deze ken je wel. En jij kent deze wel. Ja, nou ja, dat maakt nu niet uit, want ik heb nog niks gesummand. Nee, klopt. Abyss Sturge, ja. Activeer ik Tempest. Dan summon ik deze mooie boy weer. End phase, jammer. Legendary Ocean. Een setje. Nee, ze gaat toch naar de hand. Ja. Ik activeer Graceful Charity. Deze en een Tempest. Activeer ik Upstart. En ik doe ook een set. Ga je gang. Oké. Okay. Giant Grenade. Ja. Spelen weer Legendary Ocean. Ja. Summon ik Hammer Shark. Vier ik Hammer Shark. Naar level 2, ja. Hunde. Flip summon ik Wisseling. Ja.
Blackwing. Zo'n de finish slot. Ja. Ik zet een kaart. Normal summon deze. Activeer deze. Deze gaat toch naar mijn hand. Summon ik deze. Jammer het. Oké. Ik zet een kaart. Offer wiskunde op voor Mobius. Activeer Mobius. Die twee. Oké. Ik doe Phoenix Wing Wing Blast. Pop deze. En ik stuur Mermail Abyssling weg. Activeer Raigeki Break. En ik doe jouw Mobius weg. Oké. En zo blijf ik nog één beurt leven. Activeer Bisfeer. En ik special summon. A beast dus in defense. Ja. Jouw timing klopte niet helemaal, maar oké. Okay. Maakt niet uit. Premature Burial. Kies deze. Oké, ik activeer Return from the Different Dimension. En ik haal Tempest terug. En ik haal Lightning terug. Ja. En Tempest gaat weer terug naar je hand. Ja. Dan kan je de Rule of Drafts weer banishen en dan kan je hem weer summonen. Even kijken. Ik moet heel veel tellen hoor. Activeer ik. Ja. Oké, Redder's Darkness Metal. En met dat heb ik op. Oké. Zoals je ziet, je kan er mooi mee poppen, maar... Verder kan ook om niet verder. Nee, heel veel kaarten die er samen mee werken zitten op de banlijst. True. Goed, ik zou het niet zeggen, maar die zitten op de banlijst. Ja. Ik ben al bang met wat jij gaat bannen zometeen. Maar weet wel wat ik wil. Ja, jij wil Bahamut Shark. Ja, kom maar. Ja, gaat naar mijn collectie, gaat naar die van jou. Bahamut Shark. Hartstikke idee. Goed, wat wil jij gaan bannen? Ik ben Mermail Abyssus. Ah, dat is wel een flinke deuk. Ja, dat weet ik. En ik ben Glow Up Bulb. Dat is ook best wel een... Deuk. I know. Nee, ik heb al een tijdje geen... plant deck gebruikt. Oh, het gaat niet zo om een plant deck. Glow Up Bulb kan letterlijk in ieder deck gebruiken. Oh. Ik heb hem niet... Weet je het effect van Glow Up Bulb? Nee. When this card is in the graveyard, you can special summon it by sending the top card of your deck to the graveyard. This effect can be done once per duel. Once per duel? Wow.
En je kan zeggen van, ja, het is maar eens per duel. Maar ja, die van Blackwing, Zephyros, de Elite, is ook maar eens per duel. Ja, oké, okay, dan heb je er al twee. Ja, precies. Ja. Dus die zijn geband. En, nou ja, je hebt anti-roll, dus je hebt Bahamut Shark. Yep. Ik had, ja. Hoe waren je pools? Weet ik veel. Want, ik had, hoe heet die, dat stomme monster. Die Crystal nog wat. Tovelens, iets met CH was het in ieder geval. Even kijken, als ik naar mijn lijst... Chronomaly? Nee, is het geen Chronomaly's in deze? Het was iets met kate of zo. Kijk, Crystallens. What the fuck? Crystal Zeriot? Ja, ik denk dat dat hem is. Ja, ik weet niet. Hoe heet deze set überhaupt? Lord of the Tachyon Galaxy. Oh mijn god, echt deze naam, bro. Lord of the Tachyon is geen moeilijk woord. Is T-A-C-H-J-O-N. Dus niet zo super moeilijk. Tachyon Galaxy. Want het was een super rare in ieder geval. Dat weet ik wel nog. Ik vond het wel interessant dat ik maar één keer Heraldry Cresty heb. Maar die is niet zo heel goed volgens mij. Nee, maar dat is een rare. En hier is het ding. Je zegt wel van, ik vind het jammer. Ik heb één Blaster en twee Tempest. En voor de rest heb ik gewoon heel veel kaarten waar ik letterlijk niet kan spelen. Constellar Omega? Vraagteken? Nee, dat was hem ook niet. Oh, Constellar Sombre. Die heb je gepoeld. Ik denk dat dat hem was, ja. Dat is de enige super rare Constellar. Nou ja, best maar geinig. Maar die heb ik twee keer. Ik heb helemaal geen Constellar monsters. Je hebt Constellar nodig om het überhaupt te kunnen gebruiken. Ja. En ik heb... ik denk dat het redelijk goed kan zijn. Rank Up Magic Variants Force. Kan inderdaad goed zijn als jij... echt wat Chaos monsters gaat poelen. Dus Number C en dan van het nummer. Nou dus ja, ik heb wel het is geen slechte kaart. Ik heb wel een C in mijn deck, maar... Ik zie het niet echt wanneer... Oh, en ik heb Harpy's Pet Phantasmal Dragon. Ja, die heb ik ook. Maar ja, ik speel geen Harpy's, dus... Ach ja. Nou, wat ga jij doen? Ga jij het rad voor ik ga weer voor de packs. Ik kan wel voor de roulette wheel gaan in deze. Maar de enige kaart waarvan ik denk van... Wauw, die zou ik misschien nog willen... Is... Mogelijk Mecha Phantom Beast Draco Sack. Maar ja, dat is hopen op een... Voor mij zat een Ultimate Rare in deze. Ultimate Rare of Ultra. Het is... Hier zat Draco Sack in, toch? Ben ik nu gek geworden? Ik heb geen idee. Nou ja, maakt niet uit. Laat ik zo zeggen. Er zit niet iets in iedere slot in wat ik zou willen hebben. Dus dat heeft niet zo heel veel zin. Dus ik ga weer gewoon voor de packs. Oké. Okay. Dus ik zie je zo meteen weer bij de packs. Ik ben weer de enige, want... Ik heb letterlijk alleen maar die enteroe gedaan voor Alien Ammonite. En jij hebt hem al twee keer gebruikt. Ja, goed hè. Oké. Okay. Nou ja, het is maar wat je goed vindt. Ik weet dat hier een Arsenal niet heel goed is, maar... Maar het kan niet slechter dan dit. Er zitten te veel archetypes in. Degene die ik zou willen hebben... Ik begin er langzaam zeker bij te komen, maar het duurt nog wel even. Ik denk dat ik in dit tempo dat ik waarschijnlijk nog de hele Zexal... seizoen moet verliezen. Of ik moet er gewoon twee winnen en dan heb ik hem waarschijnlijk compleet. Maar dit duurt nog even, denk ik. Maar ja, mensen, dat was het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters.